Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, we zijn hier dus in een nog te realiseren vegetarische slaarfabriek. Vandaag hebben we de kick-off party, dus echt startstot, oftewel betonparty van de vegetarische slager. Aanvankelijk was eigenlijk het idee om dit evenement te organiseren, omdat we een crowdfundingscampagne wilden opzetten voor de financiering van deze fabriek. Maar het is zo succesvol geweest, de hele crowdfundingscampagne, dat we binnen 3 weken al 2,5 miljoen hebben opgehaald. Dus inmiddels is eigenlijk de hele campagne niet meer nodig, of in ieder geval dit evenement niet meer nodig. Maar we hebben dit maar gewoon gebruikt om aan iedereen te laten zien hoe het ervoor staat met de vegetarische slager. En dat het gewoon één groot succes is eigenlijk. Is dit nu makkelijk te bereiden? Als je veel liefde voelt om dit te doen, wel. Maar er gaat tijd in zitten. Maar iets wat je leuk vindt, dan is tijd speelt geen rol. Wij worden ook een beetje tijdloos. Dus we hebben gisteren 25 kilo rode kool zitten snijden met mango. We maken de saus zelf. En dan moeten we 25 kleine rode uitjes snijden enzovoort. Maar dan, als je er liefde voor voelt... Maar het is wel veel werk. En als het gaat om de kipstukjes, die zijn heel snel gaar. Die hoeven alleen maar even te bakken en even lekker bruin te maken. En die zijn zo gaar. Omdat het plantaardig vlees is, hoef ik alleen maar lekker een beetje bruin te bakken aan twee kanten. Ja. En klaar. Geen salmonella meer na het barbecuen. Niet meer aan de diarree, want het is gewoon al... Je zou het ook rauw kunnen eten, dit. De producten van de vegetarische slager.